Was dit voor jullie dan een nieuwe wereld die openging? Nee, we hebben hier vorig jaar ook gezeten. Dus dat zou goed beveel worden. Dus. Hetzelfde park? Ja, hetzelfde park. En ja. Jullie dachten van dat is een mooie uitvalsbasis, want we hebben nog lang niet alles gezien. Klopt, ja. Ja. En als jullie, want 2 en 4,5, dat is denk ik met dit weer, is dat vooral de dagen vullen met speeltuin, zwembad? Water inderdaad. Ja, hè? Ja, het is super warm natuurlijk. Ja, maar ook dat lukt toch? Hier heb je wel echt veel mogelijkheden. Dus, boffen? Ja, we zijn hier happy. Ja. En je zegt Zuid-Holland. Ja. Wonen jullie in de stad? Randjestad, echt naast Rotterdam wonen we. Ja. Heel anders dan hier? Heel anders dan hier, ook erg mooi. Druk, erg leuk. Druk leven? Druk leven, ja. Nou, het is gewoon natuurlijk heel anders in de stad, veel meer prikkels. Maar ook echt heel leuk wonen. Echt, stad biedt veel. En wij wonen dan net aan het randje, richting de dorpen weer, richting de weilanden. Oh, dus jullie wonen een beetje in de polder? Een beetje erover. Nee, we wonen echt randje Rotterdam, Kapel aan de IJssel. Dus echt, heel dicht bij de stad. Dus maar de kindjes komen wel regelmatig in aanraking met de natuur? Jawel, zeker. Dat zoeken jullie op? Dat zoeken we wel op. Een mountainbiker en een wandelaar? Zeker, ja. Wat doe je dan als je met je gezinnetje wat wil doen in het weekend? Ja, je kan volop fietsen in de Krimpende Waard bijvoorbeeld. Oh, ja. Erg mooi. En langs de Maas is erg mooi. Een ander stukje natuur, maar een stukje rivier in de stad. Ja, en of we gaan naar de bossen, naar de Veluwe. Ja, je zoekt het op. Ik weet niet, het is overal wel te vinden. Maar je moet net even wat verder gaan dan hier. En Rotterdam is... Ja, ik kom er wel eens, maar dat is echt, Rotterdam is booming, hè? Daar gebeurt heel veel, hè? Gebeurt veel, ja. Ja, wordt veel gebouwd, trekt veel mensen, veel toeristen. En, maar ook oude wijken die weer helemaal nieuwe impulsen krijgen met jongeren die daar gaan wonen. Klopt, en... ja. Ook wel gericht op gezinnen, om meer gezinnen natuurlijk in de stad te laten wonen. En ook aan de rand van de stad, dat er allemaal wijken komen. Er gebeurt inderdaad heel veel. Dus, Jullie werken allebei? Ja, klopt. Fulltime? Nee hoor, gelukkig niet. Nee, ik werk 2,5 dag en mijn man 4 dagen. Dus, wat goed! Ja. Nee, maar dat is... Gezin nummer 1, anders wordt het... Ja, ja maar ja. Hoe vaak zie je niet dat twee ouders zich over de kop werken om het allemaal om het hoofd boven water te houden? En dan ook nog een gezinsleven en... Dat je af en toe denkt van, hoe krijg je het allemaal rondgebreid? Ja. Daar hebben jullie bewust voor gekozen? Ja, ik zou ook niet weten hoe je het anders moet ronddraaien met superveel meer werken. Ik weet ook niet hoe ontspannen het dan blijft allemaal. Ik vind dit gewoon een fijne combinatie. Wel een beetje werken, dat is gewoon erg leuk natuurlijk. Een beetje je eigen vak beoefenen. Maar verder gewoon ook lekker thuis en er voor de kinderen zijn. En, dus, en dat ben je van plan, dat zijn jullie van plan ook... vol te houden als ze dadelijk leerplichtig zijn en... Absoluut. Ja? Absoluut. Ja, ga niet meer werken de komende tijd. Dat als ze uit school komen, dat er ook altijd één van jullie twee is? Ja, de meeste dagen wel, ja. En als dat niet zo is, dan buitenschoolse opvang? Buitenschoolse opvang 1 dag inderdaad. Op school hebben ze zo'n buitenschoolse opvang. Dat is ook gewoon prima. Prima oplossing. En verder gewoon doen wij het zelf. Ja. Opa's en oma's? Nee, die wonen ver weg. We regelen lekker zelf. Oh, die wonen ver weg? Ja. Komen jullie allebei dan uit andere streken? Ja, we komen een beetje uit Midden-Nederland, uit de Veluwe, zeg maar. En we zijn zelf naar de stad verhuisd. Ja, omdat we het daar ook erg leuk vinden. Maar we blijven natuurlijk een hanghouden naar de natuur. Dan kom je van de Veluwe af, wat eigenlijk ook een oase is, zoals hier. Klopt. En dan toch de stad opge... Ja. Heeft dat ook te maken met de studies en zo en blijven hangen? Ja, werk, maar ook gewoon het stuk heel multicultureel in de stad. Er is gewoon veel te doen. En er wonen gewoon veel groepen waar je ook wel iets voor kan betekenen. Mensen aan de rand van de stad of mensen, die minder bedeeld zijn. Oh, vertel eens. Nee, dat vind ik wel interessant. Achterstandswijken, mensen die minder goed integreren. Doe jij daar qua werk ook iets voor? Of? Nee, qua werk doe ik dat niet. Nee, ik werk in de huisartsenpraktijk, dus daar ben ik verpleegkundige. Dus, maar in de stad vind je gewoon veel meer uitersten. En dan kan je gewoon ook toffe dingen betekenen voor de samenleving. Dan geef eens een voorbeeld. Bijvoorbeeld vrouwen uit die vluchtelingen zijn geweest, die hier zijn komen wonen. Ja. En die proberen hier een plek te vinden, maar wat toch echt super moeilijk gaat door de
door de cultuurkloof, zeg maar. Ja. De taalbarrière. Ik probeer die vrouwen wel in contact te komen via een wijkhuis. En dan een soort van vriendschappen op te bouwen en dingen met die vrouwen te doen. En dat is in de stad natuurlijk gewoon, dat vind je naast de deur. Dat is gewoon supermooi. Wat cool. Ja. Ja, want dan zijn dat soort dingen dichtbij, vaak. Klopt, ja. Ja. En op andere plekken vind je ze ongetwijfeld ook. Ik bedoel, overal is mooi werk te doen, maar ja. In de stad een hogere concentratie. En daar word jij als mens denk ik ook rijker van. Zeker van weten. Die contacten. Zeker weten, ja. En mijn kinderen ook, die gaan mee naar zulke ontmoetingen. En dat is gewoon heel leuk dat ze dat ook meemaken, vind ik. Ja. En dan spelen jouw kinderen bijvoorbeeld ook met de kindjes van een vrouw uit Syrië? Of zeker, ongeacht de taal. Ja, dat is bij kinderen makkelijk, hè? Klopt. Dan is de taal van het spelen is universeel. Klopt, ja. Goh, wat mooi. Ja, ja. Is dat iets wat je ook van thuis uit hebt meegekregen? Van denk ook altijd aan een ander? Ja, op zich wel, denk ik. Ja, dat is wel iets wat je... Ja, dat wat je ouders ook... voorleven of zo, wat dan gewoon heel aantrekkelijk is om ook te doen. Okay. Ja, geloof ook in God en christen. En dat, nou ja, dat is voor ons ook gewoon een belangrijke drijfveer om aan onze naasten... Voor jouw man ook? Ja, absoluut. Ja. 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 Ja, je maakt ook een hele gelukkige indruk. Ja, ik had ook wel de rust hier, hoor. Ja. Maar is dat ook een beetje de... geluk maak je zelf ook? Wel een beetje? Nou, ik geloof wel dat het geluk, dat de bron van het geluk bij God ligt. En daar blijven wij echt elke dag mee verbonden, met contact met God. En ik denk dat dat wel de basis is van ons geluk, zeg maar. Gewoon de stabiliteit en de rust. Ja. Het is een anker. Zeker, ja. Ja. Dat is een stabiele factor in jullie... Absoluut. Een basis. Ja. Is dat nou ook zo als je dan zo door het landschap kuiert? Ja. Gaan er dan ook bepaalde overwegingen door jou heen? Ik vind het wel echt prachtig hoe alles geschapen is. Ja, dat vind ik echt... Vannacht stonden we even nog buiten, want we niet konden slapen door de kleine. En dan zie je de sterrenlucht en dan denk je, nou, God heeft het echt zo ongelooflijk... Ja, die is gewoon zo almachtig dat hij dit allemaal maakt en onderhoudt. En natuurlijk, wij mensen maken de aarde gewoon er niet altijd mooier op. Het gaat natuurlijk niet altijd even goed met de aarde. Maar toch zoveel mooie dingen nog waar God alles onderhoudt. En de vogels die gewoon zingen en gewoon alle dieren. En gewoon de zorg voor ons mensen. Dat vind ik echt... Het wordt steeds warmer, mooi. Het wordt steeds droger. Wij mensen maken er een beetje een zootje van. Dat je je haast zou afvragen van wanneer grijpt hij een keer in? Ja. Hebben jullie het daar ook wel eens over? Ja, ik denk dat wij zelf ook een grote verantwoordelijkheid hebben nu om gewoon goed voor de aarde te zorgen. Ik bedoel, ik denk dat God ons de aarde heeft gegeven om goed voor te zorgen en om zuinig op te zijn. Dus... In dat opzicht... Nee, maar even serieus ook, hè? Denk je dat er ooit nog eens een keer iemand wordt uitverkozen door een bepaald signaal of zo om een ark te bouwen? Om maar eens even het schoon schip te maken. Ja. Nou, ik heb vorige week nog naar een film zitten te kijken. Ja. Over, er zijn heel veel films gemaakt over Noah en zijn ark en de opdracht. En twijfel aan zichzelf en twijfel ook binnen zijn omgeving aan die opdracht en zo. Ik als ik zo'n film zit te kijken, denk ik bij mezelf van ja... wel of niet geloven in God, maar stel nou dat het wel zo is... En iemand krijgt die opdracht? Ja. Nou, op zich staat er... Ik heb toevallig van de week met de kinderen weer gelezen, dat verhaal. Ja? De kinderbijbel. Ja, er staat wel heel duidelijk in de Bijbel dat het niet weer gaat gebeuren. Zo'n grote zondvloed. Ik denk uiteindelijk, wat God belooft, is dat er ooit een nieuwe hemel en een nieuwe aarde komt. Waarop het goed is. En waarop de mensen mogen wonen die ook bij God horen. En die van hem houden, zeg maar. En ik geloof wel dat het daar naartoe gaat. Dat God nu nog heel veel tijd geeft om te leven. Ook om hem te... Ja, om van... alles te genieten, maar ook om hem te vinden. En uiteindelijk geloven wij wel dat er ooit, op Gods tijd, ik weet echt niet wanneer, of wij dat gaan beleven, maar dat er echt een nieuwe, dat de aarde nieuw zal worden en volmaakt. Maar waarom tot die tijd nog al die ellende dan? Ja. Is dat een beproeving of zo die we... Ja, is dat allemaal... Ja, de vraag is natuurlijk, hoe komt die ellende? Is dat puur Gods verantwoordelijkheid? Of hebben wij daar zelf ook een aandeel in? Dat is natuurlijk wel...
ja, ja, lastig, hè? Dat is heel lastig. Ja. Dat je bepaalde vragen hebt waar je dan geen antwoord op krijgt. Ja. Ja. Heb jij daar een verklaring voor? Ik heb niet overal een antwoord op, inderdaad. Nee. Nee, maar ik geloof wel dat God echt de wereld in de hand heeft en dat hij er het goede mee voor heeft. En dat als je gewoon, wat wij ook ervaren, zeg maar, als we met God leven, dat ook gewoon een heel mooi leven is. En dat ook. Mag ik vragen hoe oud je bent? Even denken hoor. 36 ben ik. 36? Ja. Janneke, 36, uit Capelle aan de IJssel. Mm-hmm. Stel nou, hè. Kindjes 2,5 en 4, of was het 2 en 4,5? Even nee hoor, 2 en 4,5. 2 en 4,5. Ja. Stel nou, jij wordt ziek. En dat wordt een hele lange slopende ziekte met heel veel ellende. En je moet afscheid nemen van je kindjes van jou. En je man staat er dadelijk alleen voor. Dat je denkt van, waar hebben wij dit aan verdiend en hoe kan hij dat zo bedoeld hebben? Mm-hmm. Is dat dan, wordt dan je geloof op de proef gesteld? Ik kom ook wel eens mensen tegen die zeggen van, ja, ik geloof niet meer in God, want anders was dit ons niet overkomen. Ja. Ja. Mensen die hun partner zijn verloren of een kind zijn kwijtgeraakt. Ja, precies. Ja, dat zal ongelooflijk moeilijk zijn. En ik kan me er nu ook nog niet goed in verplaatsen, omdat dat nu niet actueel is in ons leven. Maar ik denk als dat zo is, dat je geloof ook enorm wel beproefd wordt. En tegelijkertijd wat ik bij mensen om me heen zie, bij wie dat overkomt, dat ze ondanks de enorme worsteling, dat ze echt ook waarom vragen hebben en denken van hoe moet het verder, dat ze toch geloven dat God voor hun zorgt, ook in die situatie, dat mensen enorm veel kracht krijgen. Dat als je zal sterven, dat je dan ook weet dat je naar God toe gaat. Dat is ook een enorm vooruitzicht natuurlijk, beter kan niet. En voor de achterblijvers, het leven wordt denk ik gewoon dan echt zo ontzettend anders. Maar ook zal God daarin zijn, in dat verdriet en dat gemis. En kijk, ik kan me het nu nog niet voorstellen als dat gebeurt. Ik heb het om me heen, zie ik het gebeuren. En dat is natuurlijk gewoon ontzettend verdrietig en ongelooflijk moeilijk. Maar ik geloof ook dat God daarin je zal dragen. Misschien met ups en downs, maar dat vertrouwen zal ik wel houden.